Nou, een enorm feest vandaag. En ik denk dat ik dat ook spreek voor Fons, dat we eindelijk naar het eindpunt hebben gewerkt. Waar we heel trots op zijn met z'n drieën. Eigenlijk, misschien kan ik wel voor iedereen spreken. Meer dan drie. Ja, want het is alweer 4 jaar geleden dat dit project werd gestart. En daar is nu eindelijk het resultaat van te zien. Het idee van het Van Roosje is ook echt een heter ontstaan door verhalen te vangen. Bewoners te interviewen, de samenwerking met de dorpsraad, met de ondernemers, met de gemeente. En daar komt iets heel moois uit. En daar is Roosje uit gegroeid. Roosje van Heteren is het meisje dat verspreid door het dorp op 5 locaties te zien is in verschillende levensfases. Onderaan de A50 verwelkomt de volgroeide Roosje met een kers in haar hand iedereen die Heteren binnenkomt. Maar als je weer vanaf deze kant weer langzaam het dorp inrijdt, groeit ze weer langzaam de aarde in. De opdracht was om de ingang van Heteren duidelijker zichtbaar te maken. De ingang van Heteren was altijd gesitueerd vanaf de dijk. En door de uitbreiding van Heteren werd hij eigenlijk verlegd hier naar het industrieterrein en naar de snelweg toe. En de opdracht aan de kunstenaars was om juist die verbinding te leggen, om een zichtbaarheid te creëren vanaf de snelweg. Dus een mooi groot kunstwerk wat imposant overkomt en gelijk zichtbaar is vanaf de snelweg. En die eigenlijk de totale lijn naar de dijk toe verbeeldt in meerdere beelden. Zodat de inwoners en ook de bezoekers van Heteren meegenomen worden vanaf de snelweg naar eigenlijk het beginpunt van Heteren.